je kijkt naar weer een nieuwe Bali vlog. Vanmorgen wakker geworden in Selat. En ik heb heel lekker geslapen, alleen heel kort. Zico heeft niet lekker geslapen en heel kort. Dit is zeg maar het uitzicht van ons bed. Eigenlijk is hier ons hoofdbord, maar we wilden aan deze kant slapen. Ik laat zo wel zien waarom. Maar vet mooi uitzicht. Het is hier binnen al heel erg licht, want we hebben geen gordijnen. En mocht je de vlog van gisteren hebben gezien, dan weet je waar we zijn en hoe het hier uitziet. Het is er. En de reden dat we niet hier gingen slapen, is omdat hier allemaal mieren liggen. En er vielen er hier ook een paar. En toen hadden we zoiets van, nou, dan gaan we met ons hoofd aan de andere kant. En dit is ook wel echt een heel mooi uitzicht. Een of andere tv-net. Zo mooi. En ik ga heel even kijken. Ja! Naar wat? Naar de poes. Ja, tuurlijk. Hey. Nee, niet naar binnen. Dat mag niet. Oh shit. Zico. Per ongeluk. Kom, we gaan weer naar buiten. We gaan al samen naar buiten. Je mag niet naar binnen van Zico. Dit is zeg maar de huiskat hier. En ja, ik heb het sokken aangeslapen, omdat ik geen mieren op me wilde. Ik mis mijn eigen poes nu. Het is alweer wat later. Ik was in slaap gevallen, gelukkig weer. Ons ontbijt is er. Pancake. En Zico's ontbijt, eitjes en zeedap. Hey, bloemetje. Shootje, koffie. Ruikt vet lekker. En wat grappig is, we hebben een telefoontje gekregen, waarmee we dus de keuken bellen. En, gooi bijna om. Even kijken. Zico heeft dus voor de usual gekozen. Ik voor pancake bliss. En ja, nu gaan we lekker eten. En als we zeg maar klaar zijn, moeten we ook weer bellen om het op te laten halen. Oké, het eten is lekker. En look who's here. Yes. Oh, ik mis onze eigen poes. Wij hebben het op bed gelegen. Heerlijk. Ik vind het bed best lekker liggen, jij? Ja. En we zijn op Netflix. Kijken nu Casa de Papel. En ik vind het heel leuk. De rest van de wereld die kent het allemaal al, maar wij nog niet. Eén batterij is leeg, maar ik heb een nieuwe batterij. Oh, we gaan ons nu klaarmaken, dus we gaan douchen. En dan gaan we Ubud in. En daarvoor moeten we een uur en een kwartier rijden. Scooteren. En we gaan nu dus buiten douchen. Ben benieuwd. Inmiddels heb ik gedoucht, maar had ik dat net zo goed niet kunnen doen. Want het komt echt met bakken uit de hemel. Of in ieder geval, net was het echt heel heftig. Nu is het wat rustiger. Dus ik hoop dat het een beetje opklaart. We hebben wel besloten dat we niet meer met de scooter gaan. Omdat we anders gewoon een uur lang op de scooter in de regen zitten. En dat vinden we niet zo heel erg relaxed. Dus dan gaan we een taxi bestellen zometeen. En ik heb dus een trui aan en een lange broek aan. Meh! Eerste dag in Bali dat we dus ons echt even moeten aankleden. Wat ik altijd zeg, alle planten groeien er goed door. Want we hadden ook zulke regen in, toen we in Ubud waren. Want we waren op de tweede dag, gingen we naar de rijstvelden hier. Hey, ik ben scherp. Nu wel. Gingen we naar de rijstvelden. Ik ben even die vlog heb gezien, maar dat was echt met bakken uit de hemel geknald. Gewoon niet normaal. En dat hield op een gegeven moment wel op. Dus ik hoop dat als we richting Ubud gaan, want de weersvoorspelling in Ubud is iets beter dan hier, dat het ook gaat opdrogen als we daar zijn. Dus ik, ik ga een chille outfit ook meenemen. Gewoon een kort broekje nog even meenemen. Voor het geval dat. Positive vibes, yeah. Kijk je moeilijk. Is hij zwaar? Heel erg. Is ook wel groot. Ja. Wil je hem naast je hoofd houden? Het is een bowlingbal. Voor het eerst deze vakantie Uno gespeeld en ik vind er geen flikker aan. Want ik verlies. Gisteren ook al? Nee, gisteren heb ik gewonnen. En gisteren? Ergisteren. Ik heb 2 keer gewonnen en 1 keer verloren. Oké. Ik vind Uno nog steeds niet leuk, net weer verloren. Nee, het is een leuk spel. Oké, we hebben besloten dat we ervoor gaan. De regen is namelijk opgehouden. En we hebben helmen gevonden. Dus mama's en papa's. Dit is echt het slechtste idee van Nederland. Dat we gaan rijden. Ja, maar wel leuk. Ik vind het ook wel leuk. Ik ook. Nu nog. Ja, behalve als het regent zo meteen en we zijn halverwege. Zo, dat is kut hè. Ja, wat doen we dan? Terug, scooter parkeren en taxi nemen. Dat is niet dicht. En dit is zeg maar de sleutel van hier. avontuur begint. En ik heb alles in plastic zakjes. We zijn aangekomen in Ubud en eigenlijk na, ik denk 20 minuten rijden was het al hartstikke heet. Dus wij zweten helemaal weg op de scooter. We voelden ons net locals, want alle locals hebben ook allemaal lange kleding aan. En toen we echt Ubud in kwamen rijden zag je allemaal toeristen met korte kleding. En in Ubud gaan we naar Folk. En dat is daar zit een zwembad en lekker eten. En daar moeten we eigenlijk even naartoe voor Zico. Zico is namelijk een video aan het filmen over Bali. Een paar hotspots in verschillende steden. En in Ubud is dat dus Folk. Dus daar gaan we nu naartoe. Ik ben heel erg benieuwd. En ik heb super erg trek. Dus top. Oh en één dom ding. We waren onze zwemkleding vergeten. Zo freaking dom. We waren gewoon bezig met neem een taxi, gaan met scooter, warme kleding aantrekken. Of in ieder geval lange kleding aantrekken. La la la. Dus we hebben zwemkleding moeten kopen. Allebei gekozen voor het goedkoopste van het goedkoopste. Super kut. Maar ja. We hebben wel weer een local hier geholpen. Aangekomen bij Folk. En dit is het. En daar is dus het zwembad. Hier zijn alle zonnebedjes helaas al vergeven. Hieronder zit zeg maar een poolbar. En daarachter een restaurantje. En wij liggen lekker op zo'n bedje. En dit is mijn nieuwe bikini. Kostte gelukkig niet zo heel veel geld. Want hij is een beetje klein. Maar ik vind hem eigenlijk nog best wel leuk. Wat vind jij van het badpak? Oh, badpak trouwens. Ja, best prima toch? En dat is Zico's batik swimshort. Hier heb ik zin in. Vooral hierin. Maiscookie. Trouwens zit het in de schaduw. Dat vind ik best wel lekker. En ik had het net over met Zico dat ik niet echt bruin geworden ben. Je ziet dan natuurlijk een beetje dat ik bruin ben geworden. Maar normaal gesproken heb ik echt een bikini aan. Weet je wel, als ik niks aan heb. Maar nu heb ik dat niet echt. Dus ik moet nog even zonnen. Kijk, het is hier echt heel erg leuk. We zaten hierachter. En dit soort bedjes kan je ook huren, maar die waren al vol geboekt. En we gaan er dus weer vandoor. Ik ben een beetje loom geworden. Lekker. Maar we zijn nu dus in Ubud. En daar gaan we nog heel eventjes kijken voor souvenirtjes. Daar heb ik ook wel echt zin in. En ik ben benieuwd wat ze hebben. Want ik weet natuurlijk al een beetje. Oh yo! Hier is onze scooter. We zijn helemaal ingebouwd. Oh, zin in. Nou, let's go. De scooters zijn nu opzij gezet. Zo grappig, misschien te weten, ze staan hier eigenlijk nooit op slot. Helemaal niet. We laten onze helm ook meestal gewoon op de scooter. Misschien zit iemand nu... Heel veel mensen rijden ook zonder helm. Nou, daar zie ik nog een helm op een scooter zitten. Hier. Heel veel mensen die hebben het gewoon op een scooter. Staat niet op slot, niet op stuurslot. Niks, niks, niks. Dus vandaar dat je ze gewoon opzij kan zetten. En nu gaan we kijken voor souvenirtjes. Vandoor. We hebben eigenlijk niks gevonden. Wel heel leuk om overheen te lopen en we hebben ons best gedaan. Maar voor gewoon een houten bakje willen ze 20, zeg maar omgerekend euro. En dat vonden we gewoon een beetje bizar. En er zijn gewoon genoeg mensen die het misschien wel betalen. En het was best wel druk. Dus we gaan. Het was leuk om te zien. Maar we gaan nu weer een uur en 20 minuten terug scooteren. Het is wel donker aan het worden. Dus even kijken hoe laat het is eigenlijk. Het is al 5:30. Dus we willen even wel weer onze kant op. Want we moeten best wel even een tijdje rijden weer. Wat willen we eigenlijk eten? Waarom? Wil je naar die man van gisteren? Die grill? Ja, is goed. Misschien hoor. Misschien halverwege de route weer bedenken, weet ik niet. Gaan we zo nu rechtstreeks? Nee, ik wil eigenlijk weer. Ah, oké. Schrok. Ik heb mijn badpak hieronder nog aan. Ik weet niet of jullie andere vlogs van mij hebben gezien, of bijvoorbeeld Kopenhagen vlog. Maar we waren aan het rijden naar huis en we rijden langs het voetbalveld. 1-1 is 2. Zico gaat nu mee voetballen. Ja! Oh. En dit is iets wat Zico echt het allerleukste van de wereld vindt. Gewoon voetballen met vrienden. Soms ook, en dan in Amsterdam, dan zijn we bijvoorbeeld een rondje aan het lopen en er is ook voetbalveld. En dan gaat hij ook random vragen of hij mee mag voetballen. En dan zie ik hem thuis alweer. Het zweet zit op je gezicht. Was leuk? Je had gescoord een paar keer, hè? 3 keer zelfs. Ja, dat denk ik niet meer los. Oeh, gaat ie? Ja. Zullen we even stoppen bij de supermarkt voor wat drinken? Hallo, kikker. We zijn heel eventjes thuis geweest en nu gaan we eten. Halen. Halen? Halen? Ja, en opeten daar. We gaan nu naar het restaurant waar we dus gisteren heen wilden. Of waar Zico heel graag gisteren heen wilde. Barbecue is het toch? Oh mijn god, gaat het? We gaan dus naar het restaurant toe. Zico die miste denk ik even de tray. En zijn telefoon is beschadigd. Dus dat is wel zielig. Niet heel veel, maar wel een beetje. We waren hier dus gisteren. Toen konden we hier niet heen omdat de elektriciteit uitgevallen was. En toen zeiden we, we komen morgen. Bro, waarom ben je dicht? Vragen gehad? Ja. Nou. Hi. Hello. You're closed? Are you closed? Yes, closed. Closed. Okay, thank you. No. Voor niks. Oké. Zo eens kijken waar we nu gaan eten dan? Ja. Kut. Je bedoelt vervelend. Dit is een mojito. Een mooie kleur, hè? Oké, dus ik ook echt foto's hier over gemaakt. Ja? Het is echt mooi. Ook mooie borsten komen er zo uit. Nou, doen we die toch. Ja. Thank you. Thank you. Thank you. Ja. Eerste reactie. Ik weet niet of er kip zit. Wacht even hoor. Is het kip? Echt? Wauw. Oh god. Nee, Zico. Zico. Hij wil ook geen patatje. Nou, hij wil wel geen boon en geen patat. We hebben gegeten. Ik had dus inderdaad echt een paar stukjes kip, maar die zijn allemaal daar beland. We hebben gegeten. Wat zeg je? We hebben gegeten. Nou, mooie hond. Oh, we krijgen dit. Een toetje gefrituurde banaan met volgens mij chocolade eroverheen. Vet lief. En ze zei ook, ze zette dit neer en zei ze, thank you for coming. And we're back. Het is zo jammer dat het vanmorgen zo hard regende. Ik bedoel, het had ook wel wat. We hebben echt lekker gechilled in huis. We hebben gerelaxed op bed en echt genoten van het huisje ook natuurlijk. Maar ik had gewoon zo lekker graag in de hangmat willen lezen vanmorgen in de zon en zo. Goedemorgen. Even kijken. Oebel. Hij ging naar beneden. Ah shit. Hij is nog nat, de hangmat. Maar het is wel eerlijk weer. Dus ik denk dat hij zo meteen gewoon lekker opgedroogd is. Er zit al een stukje in de zon, nog niet helemaal. Dus dat zal het dan liggen. Maar dan kan ik zo nog heel even liggen. Ik ben namelijk vroeg opgestaan. En altijd vroeg wakker, maar nu ook echt opgestaan. Om alle koffers in te pakken. Dus dan heb ik zo meteen nog even tijd om in de zon te liggen lezen. En zij had denk ik dorst. Want ik heb het net bij neergezet en ze is niet gestopt met drinken. En ik ben thee aan het zetten voor mezelf. Net weer eten besteld met de telefoon. En er staan 2 nummers in. Keuken en Wayan. Keuken is dus waar je je eten bestelt, et cetera. En Wayan voor andere vragen. Of als je bijvoorbeeld een massage wil boeken of transport of zo. Maar dat hebben we allebei niet gedaan. Maar dit is echt heel funny. Ik wil niet dom doen of zo, maar kijk hoe klein dit dan is. Hoe schattig. Ik heb vroeger ook echt zulke telefoons gehad. En daar was ik zo blij mee. Ik had ook gewoon een Nokia 3310. Forever Snake dan op aan het spelen. En ik had ook een van de eerste kleurentelefoons, kleurendisplay. Maar zeg maar kids die nu 14 zijn of zo, denk ik, die kunnen zich dat gewoon niet voorstellen dat er een wereld was zonder smartphones en dat dit onze telefoontjes waren. En soms ook zelfs met een antenne, dat je die zo eruit moest schuiven en open moest klippen en dat je dan pas kon bellen. Raar bruggetje. Maar hier waar we nu zitten, zitten we echt apart van heel veel dingen, van heel de wereld. Je ziet hier echt een hele andere Bali. We hebben hier bijna geen bereik. Het internet hier is heel slecht en dat vind ik echt totaal niet boeiend. Het is juist super relaxed. We hebben ook hier in dit huisje zo gechilled. Zico ligt nu ook nog steeds in bed. En ik wil dus natuurlijk zo die hangmat nog even in. En anders gewoon nog even naar bed. Maar echt zo chill. En het is hier zo rustig. En je hoort iedere keer de het water kabbelen, zeg maar. En je hoort beesten en kikkers. En ik vind dat gewoon echt heerlijk. Nou, dat wilde ik even zeggen. Bijvoorbeeld, wij moesten bijvoorbeeld gisteren 1 uur en 20 minuten rijden voor een grote stad, zeg maar. Maar de weg ernaartoe was zo intens mooi. En het heet hier dus de Hideout. En dan dit is, het huisje heet dus Lightroom. En er is er nog eentje, dat is Beehive, oftewel een bijenkorf. En ons ontbijt. Eigenlijk hebben we allebei hetzelfde als gisteren. Nee. Zico heeft mijn outfit uitgekozen. Hartstikke. Ja, lekker. Ja, lekker lijf. Een mooie dame. Lekker. Ik deed daar ook een foto in Spanje. De driver is 1 uurtje later en we hebben alles al helemaal ingepakt. Dus we gaan nu nog even chillen. Lekker. En het is super warm weer. Dus ik ben heel erg blij. Ik vergeet het te vloggen, maar we zijn inmiddels in Canggu. We zijn ingecheckt. En we hebben echt een super relaxe kamer. Ik zal het heel even laten zien. Ook bij echt zo'n chill plekje. Hoe noem je dat? Hotel, resort, hotel. Wacht. Oké, kijk. Oeh. Dit is zwembad 1. Daar is zwembad 2. En je ziet allemaal dat soort leuke huisjes. En wij hebben dus ook zo'n hutje. Oh. Zwembad 3? What the fuck? Wist ik niet eens. En dan hier is het huisje. Nu zitten we dus buiten. Of is een buitenzitje, bedoel ik. Een keukentje. Zie ik, wist je dat er 3 zwembaden zijn hier? Ja. Oh, ik dacht 2. Nou. Zal dat was je telefoon? Daarin. En hier is de badkamer. Gewoon vet relaxed. En nu hebben we ook een scooter gehuurd. Dus we gaan een scooter pakken. Weer naar Ubud. Ja, Zico is heel veel met zijn vriend aan het praten. Gaan wij even verder kijken. Oh jongens, dit is mooi. Ik ben nog benieuwd, want kijk, daar is waar we binnenkwamen. Toen gingen we die kant op de receptie in. Daar is een restaurant. En daar is zeg maar de helft van dit grote ronde ding hebben wij dan, zeg maar. Ik ben benieuwd, want dan daar is dus nog een zwembad. Het is eigenlijk wel heel erg jammer, want dit is ons laatste verblijf. Onze 3 weken zitten er bijna op. Huilen, huilen, huilen. Maar we eindigen wel in Canggu. Dus dat is wel echt mijn favoriete gedeelte van Bali. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb echt zo ontzettend genoten. Zoveel gedaan. Ik overdrijf nu een beetje. Want we hebben dus nog 3 dagen. Daar gaan we nu gewoon even gebruik van maken. Dus de volgende shot dat jullie gaan zien is dat we of onderweg zijn naar Ubud of al in Ubud zijn. Oké, we waren dus onderweg naar Ubud en we zaten eigenlijk nog maar 10 minuten op de scooter. En toen dacht ik trek het niet meer. Ik had iets te veel pijn om 1 uur lang op de scooter te zitten naar Ubud. En om daarna weer ook 1 uur terug te rijden. Dat was 1 uur en 13 minuutjes of zo. Dus op een gegeven moment, na 10 minuten rijden, zei ik tegen Zico: wil je alsjeblieft even stoppen? En toen... gewoon te veel pijn. Ik weet niet of je me al wat langer volgt of niet, maar ik heb gewoon pijn in mijn rug, zeg maar. Dus dat is een beetje waar ik last van heb. Maar gelukkig komt Zico's vriend en zijn vriendin morgen onze kant op. Dus we gaan ze niet mislopen of we gaan ze niet zien. Anders waren we gewoon gegaan, denk ik hoor. Want dat kon je niet over mijn hart krijgen. Maar voor ons betekent dat ook dat we ook een dag niet meer naar Ubud gaan. Dus dat betekent dat we niet naar de swings gaan, wat ik wilde, heel graag naartoe wilde. Ik wist nog niet welke het zou worden, maar ik zal ze hier een beeld laten zien. Zodat jij in ieder geval het misschien in jouw reisschema zou kunnen opnemen, mocht je wel nog gaan. En, maar ja, dat is dus Zen Hideaway. Het is echt een super mooie swing. Nu zie je hier een foto. En een andere is... Ik kan het niet uitspreken, ik moet het dan eventjes voor me hebben, maar dat heb ik nu even niet. Je ziet er nu in beeld. Ook super mooi, dus mocht je daar naartoe willen gaan, dan raad ik het aan. Ik kan het je niet vertellen of het echt super leuk was. Ik weet ook de prijs dus van de swings niet, sorry. Maar het was, dat stonden ze op onze to-do list. Onder andere en natuurlijk allemaal andere leuke dingen. En een leuk eetentje waar we heen wilden, maar helaas. Dus nu is Zico heel van het kijken waar we nu gaan eten. We gaan hier bij Cloud9 eten. Eentje die op Zico's lijstje stond. Hier hebben ze waarschijnlijk hele lekkere burgers. Ziet er leuk uit hier. Echt the usual. Nasi, coconut. Maar ik heb nu voor het eerst in plaats van een vegan nasi eentje met seafood, met vis. En voor Zico natuurlijk ook de usual. Hij heeft nu 2 mini burgers. En dat komt natuurlijk weer op zijn Insta. Dus mocht je willen weten, even promo voor Zico. Wat hij van het eten vond, moet je op zijn Instagram highlight kijken. Hi, het is inmiddels laat. Wij hebben de hele tijd op bed gelegen. De route aangeeft. Oh, we hebben geen wifi. Je hebt geen wifi toch, hè? Oh nee, kan je even links vasthouden? Want wij zijn meteen gewoon... omdat we geen internet meer hebben. 15 minuten scooteren. Oké. Bueno. Ik ben nu ook mijn Spaans weer aan het... Aangekomen bij Gypsy met mijn hippie. En de reden dat we hier eigenlijk naartoe gaan, of in ieder geval dat we dit kennen of een beetje ervan weten, is omdat onze allereerste Airbnb, je weet wel met dat lieve hondje, die zijn ook hier de eigenaar van. En toen hadden we het bekeken en toen leek het ons leuk. Toen stond het op het want to go here lijstje en vandaar dat we hierheen zijn gegaan. En ze hebben als goed oesters. En dat vindt mijn schatje heel lekker, hè schat? Ik ben aan het zoeken hoor, naar oesters. Ben je aan het zoeken? Ja, zeker. Niet bij de breakfast, niet bij de bols. Oesterbol zou recht zijn. Oesterbol, oh. Milkshake die ook niet, denk ik. Haha, we zijn niet meer bij Gypsy. Kort gezegd, dat sprak ons niet aan om meerdere redenen. Ook vriendelijk personeel. En geen oesters daarvan. En voor hem geen oesters. We zijn nu bij Milou bij No. Vindt hij nu al leuker, zie ik? Jij? Hey, ze hebben ook tapas. En dit is een beetje de menukaart. Ziet er vet goed uit. Weet je, die had ons aangeraden om hier te gaan eten. En het stond al op mijn lijstje. Dus toen vond ik het een hele goede reden om te gaan. En we zitten volgens mij... Ja, we zitten aan rijstvelden. Dus het daglicht ziet er denk ik nog leuker uit. Zico's pork ribs en mijn tempeh rendang. Super veel zin in. En ik heb een dessert. Ik heb sticky rice met mango. En ik heb net een nieuwe foto geplaatst. En dit is dus de eerste week dat we in Canggu waren. En dan kan je gewoon zien hoe blank ik nog was. Vind ik leuk. Kijk eens aan, jongens. Oké, het eten was super lekker. En ik was ook even vergeten om nog tegen jullie te zeggen dat ik vanmiddag ook echt heel lekker gegeten heb. Maar dat is echt zo dom. Ik had dus nasi met seafood. En toen ging ik kijken. En toen wilde ik eten. En toen dacht ik, zit er nou kip op? Net als gisteren. Toen zat er echt kip in mijn nasi. Dus toen dacht ik, godverdomme. Dus ik denk, ja, ik ga het gewoon zeggen. En Zico zei, ja, gewoon naar de keuken lopen. Dus toen ben ik met mijn bord naar de keuken gelopen. Omdat ik gewoon geen zin had om naar haar toe te lopen. Want ze zat een beetje ver weg trouwens. Ik kon haar ook niet roepen of wenken. Dus ik moest ook echt naar haar toe lopen. En ik had besloten om zeg maar mijn bord mee te nemen om te laten zien. En niet zeggen, mevrouw kom eens hier. Even kijken wat je hebt gedaan. Maar dus ik kom aanlopen. Ik zeg ja, volgens mij zit er kip op mijn... Nee, eigenlijk zei ik gewoon, er zit kip in mijn nasi. Zo van, ik eet geen vlees. Dus er zit kip op mijn nasi. En toen zei ze, nee, het is tonijn. Dus ik zei, nee, mijn vriend heeft geproefd, het is echt kip. Zij zei, nee, het is echt tonijn. En toen dacht ik, kut. En toen, je had erbij moeten zijn. Maar ik had dus geen kip in mijn nasi. Maar tonijn. Maar tonijn. En het was echt heel erg lekker. Ik had onder andere inktvis, tonijn en garnaal erin. En het was erg bueno. Ik wil nog even één ding tegen u zeggen. Vind ik gewoon een beetje belangrijk of zo. En ik zag het namelijk nu ook in dat gastenboekje. En het stond eigenlijk op mijn lijstje om te doen deze vakantie. En ik scrollde er net nog voorbij. Maar ik wil heel eventjes aangeven. Op Bali is er een zogeheten Elephant Sanctuary. Oftewel dat ze olifanten redden en daar brengen. En een onderkomen geven en eten geven, et cetera. En het wordt heel erg geadverteerd en verteld alsof het heel goed is. En ik had ook echt gezien van dat je inderdaad dat de omstandigheden voor de olifant heel erg goed zijn. En de olifanten hebben daar gewoon echt hun tanden nog. Dus heel vet, et cetera. En je kan dus die olifanten voeren en wassen en met ze op de foto. En ik dacht, oh wat leuk, dat wil ik ook. Maar eigenlijk is elk menselijk contact voor een olifant niet goed. En eigenlijk is het gewoon niet goed. Dus ook al lijkt het heel erg mooi en lijkt het heel erg goed, naar die Elephant Sanctuary zou ik je graag willen afraden om daar naartoe te gaan. Ik was ook zo dom om te denken, oh, maar ze worden goed verzorgd, dus ik kan erheen en ik kan olifanten ontmoeten. Maar dat is gewoon niet in het welzijn van de olifanten, maar meer in omdat ik het leuk zou vinden. En ik heb al vroeger een keer een fout gemaakt door naar een park te gaan in Thailand. En toen heb ik op olifanten gezeten. Een stukje lopen rijden. En toen mocht ik in zijn nek zitten. En toen ging ik in zijn nek zitten. En oh my god, wat leuk. Ik ben met een tijger op de foto geweest. Met een welpje. Die heb ik een flesje gegeven. Er zit een haar in mijn gezicht, sorry. Een welpje heb ik een flesje gegeven. En dat vond ik toen allemaal heel erg leuk en mooi en geweldig. En ik wilde heel graag foto's ervan hebben. Ik praat wel echt over 8 jaar terug. En toen was ik gewoon niet zo op de hoogte ervan. Ik wist het gewoon niet zo goed. Maar dat is gewoon niet normaal. Is niet oké. Dat is ook heel de reden dat ik in Nederland niet naar een dierentuin wil gaan. Of dolfinarium vind ik ook niet oké. Dus dat wilde ik gewoon op een of andere manier toch nog even met jullie meegeven. Aan het einde van de vlog. Voor de mensen die nog kijken. Oké, wij gaan nu La Casa de Papel kijken. What else? Zico, had jij trouwens lekker gegeten? De apen mag je daar wel in. Aap, nee, ook niet naar de apen. Nee, en dat wil ik nog wel zeggen trouwens. Hier is een Sacred Monkey Forest. En daar vind ik dat je wel heen gewoon kan. Wat er namelijk is, die apen die wonen daar echt. Je betaalt wel wat, je doet dan een donatie. Je kan ook eten kopen om aan de aapjes te geven. Maar dat is echt de leefomgeving van de apen. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Er zitten geen eentje vast. Geen eentje onder de drugs. Ze lopen ook gewoon door Ubud. Het zit bij Ubud namelijk. Door Ubud gewoon heen. We hebben ook op straat een paar apen gezien. Ze hebben gewoon dat bos geclaimd. En daarna is het gewoon een beetje omgetoverd door tot het Sacred Monkey Forest. En daar wordt niet geld verdiend over de rug van dieren. Ze worden niet gebruikt, niet ingezet, helemaal niks. En ze bijten mensen als ze kut vinden. Ze stelen shit van mensen. Ze bepalen helemaal lekker zelf wat ze willen doen. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, dat kan wel. Daar kan je ook zo met ze op de foto bijvoorbeeld. Maar er zijn ook bepaalde regels. Je moet bijvoorbeeld niet in hun ogen aankijken. Je moet niet je zonnebril hier laten. Of een tas hebben. Dit bijvoorbeeld, zo'n tas, maakt ze gewoon open. Ik ben daar geweest en toen maakte ze gewoon mijn tas open. Allemaal regels, dat zou je nog wel kunnen opzoeken mocht je daarheen willen gaan. Mocht je vragen hebben, kun je ze achterlaten in de comments. Als jullie tot hier zijn gekomen, dan zou het leuk zijn als je in de comments achterlaat airco. Want Zico wil heel graag dat de airco aangaat, denk ik. Ik haat de airco. En Zico houdt van de airco. Laat het woord airco achter als je tot hier bent gekomen. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doeg!